We zijn weer onderweg naar de camperplaats. Ik heb, weet niet hoe die heet, maar volgens mij heet die gewoon camperplaats Beugen. In Beugen. Nou ja, niet in Beugen, maar we rijden uit Beugen weer uit. Maar we gaan eens kijken wat we tegenkomen. De maximum snelheid is 50 km per uur. 1 kilometertje, dat moet er wel zijn. Neem de volgende links. Ja. Na 150 meter bereikt u uw bestemming aan de rechterkant. We zijn dus te gast op camperplaats Van Keisteren in Beugen. En zoals je ziet zijn er ruime plekken. Zeer ruime plekken, mag ik wel zeggen. Je kunt water pakken en water lozen. En uiteraard kun je ook je toiletcassette lozen. Er zijn geen faciliteiten zoals douche en toiletgebouw. Maar wij hebben dat niet nodig. En zijn er al lang blij mee dat de plek gewoon keurig verzorgd is. Aanmelden kan via een envelop en betalen kan in de doe-het-zelf winkel die ernaast de camperplaats gelegen is. Of bij afwezigheid ook gewoon in de brievenbus. Wij betaalden 12 euro inclusief stroom. Afval kan gescheiden ingeleverd worden en hier kun je cassette lozen. En schommelen, dat kan ook nog als je dat wil. Er ligt dus een grote doe-het-zelf winkel naast de camperplaats. Hier heb je trouwens geen overlast van. Maar het is wel een hele mooie zaak om eventjes te gaan kijken. In de omgeving van de camperplaats is genoeg te doen. Als je van fietsen en wandelen houdt, kun je nou hart en lust uitleven. Ook is er een bord aanwezig bij de camperplaats waar het een en ander wordt uitgelegd. Over het natuurgebied De Vilt, wat vlak naast de camperplaats ligt. Het gras op de camperplaats is prima verzorgd. Zelfs in de hete zomermaanden is het gewoon keurig netjes groen. We nemen even een vlucht met de drone en gaan een kijkje van bovenaf nemen. Zoals je kunt zien is de omgeving heel erg groen. Verderop ligt de Maas. En ook Nijmegen ligt binnen fietsafstand. Maar dan moet je wel een goede conditie hebben, want het is best een aardig stukje nog. Maar de omgeving rondom Kuik en dergelijke... prachtig.
coördinaten zie je hier in beeld. En ook het doe-het-zelf-centrum op de achtergrond. Nou, wij vonden het een heerlijk plekje en hadden afgesproken met vrienden. En konden ruim parkeren zoals jullie kunnen zien. Nou, vinden jullie onze filmpjes leuk? Geef dan een duimpje omhoog of abonneer op YouTube. Dat vinden we helemaal geweldig. Bedankt voor het kijken weer allemaal. Wij gaan weer verder met onze camper. Weer op zoek naar leuke nieuwe stekjes voor jullie. Bedankt voor het kijken. De mazzel!